karakter. Ja, maar dat wordt er gevraagd in dit soort wedstrijden. Ja, zit alles in. Roda ook. Ja, maar nu stonden we iets beter. We hebben gelukkig weer, je ziet ook wat personele bezetting doen. En ja, dan wordt het makkelijker voor het team. Verschil, hè, dat je Breinburg erbij hebt. Ja, zonder meer. Die weet precies wanneer hij die bal niet mag verliezen. Ja, dat is een jongen waardoor anderen beter gaan spelen. Ook beter in de organisatie. Dorazo Klas, maar ook Sammy Sam. Ervaren jongen. En ja, wij spelen eigenlijk altijd zo. Dus ik ben blij dat hij terug is. Vind je dat je ploeg het onnodig spannend heeft gemaakt op het einde? Zonder Excelsior tekort te houden? Ja, ik vond wel dat we iets te ver terugliepen en uit de organisatie. En instapten. We hadden het veel eerder af kunnen doen met hun mogelijkheden. Maar ja, dan wordt het wel heel spannend. Nou, ik had ook het idee dat je aanvallers er ook allemaal stuk voor stuk doorheen zaten. Ja, daarom klopt. Amar zat er doorheen. Thomas wilde ik niet wisselen. Aanspeelpunt. Ja, goed. Ella, El Giro deed het prima. Hij zat er wel doorheen. Maar heeft alles gegeven. Eigenlijk het hele team. En ja, dan pak je ook de punten. Even over je keeper. Wat een nuchtere, leuke gozer. Hij werd gelijk in het diepe gegooid, Hugo. De goal voor rust, dacht ik, hoe ziet dat nou? Maar die werd aangeraakt. Korte hoek. Korte hoek, maar ja, hij heeft een paar goede reddingen gedaan. Stond er gelijk. En hij is wel een jongen die, wat je zegt, nuchter, realistisch. Ja. Wist je dat? Ja, ik weet wel hoe die is. Maar je moet het maar doen in zo'n wedstrijd. Erin komen, gelijk bij corners je laten gelden. Wat reddingen verrichten. Ja, dan mag je hem wel een compliment geven. Nou, absoluut. Hebben we hem ook zeker gemaakt. Alleen wat ik me dan wel afvraag als trainer. Jij staat natuurlijk dagelijks met hem op het veld. Hoe weet je dan zo zeker dat hij er klaar voor is? Ja, hij moet nu natuurlijk. Maar hoe stuur je hem het veld in? Nou ja, of hij er klaar voor is. Ik stuur hem natuurlijk het veld in. Dat hij echt moet vertrouwen op zijn karakter. Maar ook moet vertrouwen op zijn kwaliteiten. We hebben bewust wat langer tijd genomen met de wissel. Ik zeg gewoon spelen zoals je gewend bent. En je hebt best wel goede spelers om je heen. Tuurlijk is het heel spijtig dat Luc Koopmans eruit moet met een behoorlijke blessure. Dus dat is voor latere zorg. Maar ja, goed, hij heeft dat ook gedaan. Hij straalt het ook uit. Hij durft te komen. Goeie trap. Goeie trap. Ik zeg, laat je niet beïnvloeden. En zo ken ik hem ook. Dat zie ik op training ook. Alleen ja, het kapsel, oké. Vind je dat niet mooi? Ja, wel. Mag hij niet met je dochter thuis komen? Nee. Ik vind hem, hij heeft een, ja, het blijft een bijzonder figuur. Hij moet er zingen trouwens in de kleedkamer. Wat zong hij? Ja, het was een mooi lied, maar ja, het is toch wel... Lekker de dijenkletser? Ja, het was echt de dijenkletser. Nederlandstalig? Jouw straatje? Ja, het was echt goed. Tot slot, ja. Ik was even bang dat je een Van Bommeltje zou maken. Moet je me even helpen? Nou ja, vier. Oh ja. Vier wisselen. Nee. We hadden de keeper natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk geen hoofdhond. En daar zat het hem in. Dat dachten jullie wel? Nou ja, in het heet van de strijd dacht je, ja, hoe zit het? Maar natuurlijk, achteraf wist je al dat ze schouwen was. Anders hadden we Sascha gebracht, want we stonden natuurlijk onder druk. Aan de andere kant hadden we het ook al eerder kunnen beslissen. En ja, ik ben hartstikke blij dat we voor de jongens dat we ook op een karakter wat jij zegt geknokt hebben. En ook wel ja, goede goals hebben gemaakt. Goede boost na zo'n domper. Ja, absoluut. Je sluit aan. Het geeft weer iets meer vertrouwen. Zeker zo'n tweede helft waarin we verdedigend beter stonden. Ja, dat moeten we mee verder. En hopelijk blijft iedereen fit en komen er nog meer jongens bij. Wat zong die nou? Moet je hem zelf vragen. Succes.